net al bij de Bershka geweest, maar daar zagen we niet echt wat. Alleen Elise had daar wat gepast, sorry voor de muziek. En zijn jullie Sarah, ik wil één topje om te passen. Ja. Oké, ten eerste, er zit echt gekke make-up vlekken hierop. Hij is echt vet kort. Ik had hem echt langer gewild. En dit, ik weet niet, het vierkante hals is heel leuk. Maar deze is net een beetje ongemakkelijk ofzo. Maar blauw vind ik wel echt leuk, want dat staat bij mijn ogen goed. Maar deze is niet het topje voor mij. Hij is 10 euro en ik heb hem gewoon in een maatje S. We zijn nu in de H&M en ze hebben hier oprecht echt leuke dingen. Ja. Kijk, allemaal kleding. Ja. We gaan nu passen, maar oprecht hebben we hier zoveel leuke dingen. Ze hebben echt een leuke collectie. Dus ik heb hier zo wat topje, jurkje, broek, zoals een bralet. En ik ga het gewoon aan jullie laten zien boven de bralet dan. Dus ben benieuwd. Oké, dit is het eerste topje. Ze hadden hem nu weer in maat. Het is een XS en ik word echt helemaal zo plat gedrukt. Ik vind het wel echt zo echt leuk topje. Het geeft een beetje zo bepaalde vibes af of zo. Maar dit past maar gewoon niet. Ik word echt zo plat gedrukt. Dus ja, dit is het topje van net, maar dan in een S. En jongens, hij valt zo klein. Ik word weer helemaal plat gedrukt. Ik vind het wel echt zo leuk topje, maar ik weet niet wat ze met die maten doen. Het is wel echt goede kwaliteit of zo. Het zit wel echt, nou, het zit niet heel erg lekker omdat ik het plat gedrukt. Alleen, ik denk het zeg maar wel gewoon goede stof. Dus als je deze wil kopen, neem een maatje groter. Dan heb ik dit topje aan. Op zich, het is wel een vibe. Ik weet niet, ik vind de roze wel leuk. Ik had laatst een ander roze topje aan en die was echt knalroze. Ik vind dat wel leuk, want hier word ik heel erg flat van, zeg maar. Het is een beetje mijn huidskleur, dus ik ga deze niet doen. Trouwens, deze topjes en deze kosten volgens mij allemaal... Oh, deze is 8 euro. Maar deze waren volgens mij allebei... Ja, deze waren allebei 10 euro. Dus ja. En dan nu de jeans. Kijk, ik vind soort van de wijdte van de lengte vind ik mooi. Want het zit een beetje tussen straight en flare in. Maar hij valt op zich achter ook wel soort van mooi. Maar hij is hier een beetje wijd. En hier heb ik echt heel erg camel toe. Ik vind die gaten wel leuk, maar dat zorgt wel voor dat ik niet aan kan bij werk. Dus kijk, aan de ene kant, ik weet niet. Het heeft wel iets, maar het is gewoon niet de perfecte broek. En hij zit ook niet helemaal hoog. Ik heb hem in de maat 36 en deze kost 30 euro. Mag ik jouw jurkje filmen? Nee, nee. Mag ik zien? Nee, niet mag je gewoon, kijk dit. Wel, dan mag ik dit als je nee, nee, alleen zo. Dit jurkje is een klein beetje te groot. Ja, mijn jurkje. Het is grappig, het lijkt echt zo'n ding. Kijk, ik dacht dat dit zo'n watervalhals was, maar het is niet. Maar het heeft wel zo op de rug. Het is wel mooi. Kijk, wel een goede akka. Hij is wel maar 10 euro. In de maatje M is dit, want ze hadden geen S. Ik had even stress, van mijn camera deed niet, maar zijn er. Dit jurkje, het geeft me echt een soort van goede vibe, maar ook weer niet. Hij kost 15 euro, dus gewoon een maatje S. Ik ga niet de achterkant laten zien, want hij schijnt een beetje door. Maar ik heb nu ook zwart ondergoed aan. Maar ik vind dit gewoon... Ja, ik had net ook al twee topjes ervan, dus jullie hebben het ondertussen wel door. Ik vind dat gewoon leuk of zo. En kijk, ik zou dit niet aandoen naar school. Maar het is wel een leuk jurkje, eerlijk. Dus ja, ik vind dat blauw gewoon mooi. Wat vinden jullie hiervan? Oké, 15 euro in een maatje S. Maar ik ga het denk ik niet halen. Ik ben in de Stradivarius en ik heb dat dingetje om te passen. Eigenlijk heb ik veel van dit al een keertje gepast. Toen niet gekocht, want toen gingen we naar een concert van Anton. En ik had geen zin om allemaal tasjes mee te dragen. Maar toch een beetje pijn gehad. Dus we gaan het nog een keertje passen. En misschien wel kopen. Oké, als eerste dit topje. Deze mouwen vind ik zo leuk. Maar dit is gewoon allemaal een beetje klein en gek. Het licht is hier heel raar. En dan deze broek. Hij zit echt, echt heel erg mooi van achter ook. Alleen hij is misschien... net te kort of zo. Hij zit zo mooi. Ik vind die wassing echt mooi. Ik twijfel. Hij is 30 euro. Kijk, de wassing is echt heel mooi. En hij zit echt gewoon zo perfect van achter en zo. Oké, misschien ga ik hem wel doen. Want ik vind het wel echt heel cool. Oké. Dan dit topje. Ja, met deze broek ook. Ik voel me een beetje een ander kleurtje. Dus ik vind het wel leuk voor de zomer. Ik weet niet. Misschien is die... Hij is echt roze. Ik weet niet of je dat goed kan zien. Hij zit wel echt gewoon mooi en zo. Hij is 9 euro. Ik weet niet. Oké, deze. We gaan echt van de ene stijl naar de andere. Maar hij is een beetje kort of zo. Maar hij is wel echt
Ja, wel met een hemdje natuurlijk. Ik vind zoiets wel, zo'n boho, wel een beetje leuk, maar deze is het niet. Dit topje vind ik ook leuk. Hij kost 10 euro. Ik weet niet zo goed alleen wanneer ik dit ga aandoen. Want op vakantie ben ik gewoon met mijn familie. Dan vind ik hem misschien een beetje bloot. En de kleur vind ik ook een beetje bloot. En je ziet echt alles. Dat vind ik niet echt doen. Maar ik vind zo'n soort van topje wel leuk. En ik ga wel echt steeds meer houden van die broek. Dus we zijn ondertussen weer terug. Ik heb 2 dingen gekocht. Die ga ik nog even aan jullie laten zien. Deze broek heb ik gekocht. En ik heb toch wel die roze gekocht. Want... hun vonden dat ik het moest doen, dus. En ik was ook in Utrecht en toen had ik nog een shirt gekocht bij Poel en Beer. En eigenlijk wilden wij vandaag ook naar Poel en Beer, maar hij was gesloten of zo en was een reopen. Ik ga in ieder geval nog wel dat shirt laten zien, want die is echt heel erg leuk. En ze hebben sowieso nu echt hele leuke shirts bij de Poel en Beer. Oké, ik word hier uitgelachen, maar ik ga even de shirt aan jullie laten zien. Kijk, dat is dit shirt. En hier heeft hij dus gewoon dit. En aan de achterkant heeft hij allemaal gekke. Maar het kleurtje is gewoon leuk en het staat ook wel leuk op deze broek. Toch, Emily? Wat? Ja, het is echt vind je, fashionable. Wat vind je van? Fat, snap je? Zeer cool. Dit is trendy. Lina is de standaard. Bedankt allemaal in ieder geval voor het kijken naar deze video. Yes. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je wil, kun je nog wat leuks achterlaten in de comments. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doeg! We started out Freddy and Daphne. So good that it felt like a chat to me. The girl on my dream like a fantasy. But we've been caught out in reality.